Welkom bij een boerderij in een rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag gaan we allemaal verschillende soorten botsbouillon maken en pressure kennen. We gaan champignonbouillon maken en pressure kennen. We gaan kippenbouillon maken en pressure kennen. En ook nog eens kippensoep. Dus we gaan een heleboel doen. Dus laten we maar gauw aan de slag gaan. Bouillon is iets wat ik eigenlijk altijd in de voorraadkast heb staan. Dat is niet alleen handig om soep te maken, maar dat gebruiken wij bijvoorbeeld ook door de risotto. Of om sausen op smaak te brengen. Bijvoorbeeld shepherd's pie vulling zit altijd bouillon bij in. En dat doe ik graag zelf maken aan de hand van botten. Deze twee zakken heb ik van een vriendin gehad. Die gingen namelijk van alles barbecuen. En deze zijn heel lang gemarineerd geweest. Het vlees is op. En daar ga ik dan nu nog bouillon van trekken. En dat ga ik dan vervolgens pressure kennen in van die schroefdraaipotten die je gewoon uit de supermarkt kan verzamelen. En dat is dan voor haar, dat gaat met haar mee. Maar, zodat zij daar weer soep van kan maken, zij doet heel graag mee hotpotten. Heel lekker. Ik heb al een tijdje een pot met gedroogde champignons staan. Daar wil ik ook graag bouillon van maken. Samen met natuurlijk, wat ik al zei, de kip en kippensoep. Dit is een rauwe kip. En hij komt uit de vriezer. En ik wil eerst het vlees gaan klaarmaken in de snelkookpan. Of in een pressure cooker. Of vandaag gaan we namelijk met alles aan de slag. Ik heb nu achter mij mijn Kenmate staan. En vandaag ga ik de Kenmate dus eerst gebruiken als pressure cooker. En morgen pas als pressure canner. Hier gaat zo meteen deze bot in. En dan dek ik het goed af met water. En dan laat ik dat lekker 2-3 uur onder druk sudderen. Zodat het heel veel vocht uit de botten haalt. Als je geen pressure cooker hebt, dan kan het natuurlijk ook gewoon met een pan water. Maar dan moet je het veel langer laten sudderen. Als je met hoge druk werkt, dan penetreert de hitte veel sneller in de botten. En laat het veel sneller al zijn goede vitamines los. Dus vandaar dat ik graag werk met de pressure cooker. Het gaat allemaal een stuk sneller. Dus deze botten gaan zometeen hier in mijn Kenmate, zodat ik morgen de bouillon kan pressure kennen. Deze enorme grote botten, ik heb geen idee wat het was, gaat in mijn andere pressure cooker. Want ik heb ook nog een elektrische. Dit is een hele oude. En deze gaan we straks gebruiken. En ik heb ook nog een instant pot. Dus daar kunnen van alles tegelijk aan de slag gaan. In deze, nou weet je wat, ik zet hem al gewoon hier. Ga ik mijn kip eerst garen. Wat ik namelijk ga doen is de bevroren kip gaat er gewoon in. En dan dek ik hem af met water en dan laat ik het eerst een half uurtje pressure koeken. En dat doe ik omdat hij nog bevroren is. Heb jij een rauwe kip die ontdooid is, dan is 15 minuutjes zat. Dan laat ik alles afkoelen en dan haal ik daar het vlees vanaf. Dat zet ik aan de kant, gaat in de koelkast, want dat hebben we dan weer morgen nodig voor de kippensoep. En dan gaan de botten er weer terug in en dan maak ik weer extra bouillon. Maar ik kan natuurlijk wel een heleboel zo uitleggen, maar ik kan het ook gewoon laten zien. Dus laten we gaan beginnen met al deze verschillende soorten bouillon. Zo. Zakbotten. Er zit nu geen bodem in de Kenmate. Alle botten gaan erin. Zo. Even weggooien. En dan dek ik mijn botten af met water. Dus ik doe er net zoveel water in dat alle botten onder staan. Zo, nou zit er een hoop water in. De botten zitten onder. En dan gaat de deksel erop. Deze botten waren gemarineerd. En die marinade heeft heel veel rooksmaak gevangen. Dus dit soort bouillon
krijgt straks een hele intense rooksmaak. Nou is dat niet mijn favoriet, ik hou er niet van. Dus voor mezelf zou ik dit niet maken. Maar die vrienden dus waarvan deze botten zijn, die zijn er helemaal wild van. En die zweren er juist weer bij. Dus weet wel dat als je botten op de barbecue zijn geweest, dat ze dus vrij intense rooksmaak afgeven. Maar normaal als je gaat pressure kennen, moet meteen het gewichtje eraf. Als je het laat opwarmen. Maar nu omdat we hem als pressure cooker gebruiken, hoeft het niet. Ik heb het fornuis op de hoogste stand gezet. En ik ga wachten totdat het gewichtje trilt. En dan zet ik even mijn wekker aan voor 2 uur. En dan laat ik hem weer afkoelen. Dus deze staat aan. Dan gaan we door naar de kip. Hoppa! Weer een volgend apparaat. Zo. Hier gaan we de kip in doen. Oh, kakkie. Oh, deze hebben de organen nog in zich. En dat zit in plastic. Oh. Oh, dus deze had ik wel moeten ontdooien. In de tent. Ja, dat gaat niet zomaar. Oké. Nou, deze kip moet ik laten ontdooien. Want hier zitten de organen nog in en dat zit in plastic. Als je dat nu in de snelkookpan doet, dan word je daar natuurlijk niet zo blij van. Aan de kant. Nou, dan zetten we deze er maar in. Als die passen. Juist. Ze max gevuld met de maxlijn. En dan gaat hij ook de koeker aan. Voor deze gaat volgens mij maar tot 90 minuten. Dus dan zet ik hem daarna nog een keer 90 minuten aan. Aan. En het laatste wat we aan gaan zetten zijn de champignons. Die gooi ik hier in leeg. Zo, en daar voeg ik behoorlijk wat water aan toe. Dus niet alleen om af te dekken, want dit zijn gedroogde champignons. Zodra je hier water aan toevoegt, dan zuigt dat een hoop water op. En je wilt ze natuurlijk niet droog koken. Dus. Hoppata. Zo ziet het eruit. Je kan hier een heleboel aan toevoegen. Je kan hier nog kruiden aan toevoegen, zout aan toevoegen. Maar ik hou altijd alles heel simpel. Zodat ik het later op smaak kan brengen naar wat ik op dat moment zou willen. Zo. Ik kan deze ook weer 3 uur aan. Je ziet dit heel erg hard werken. Nou moet ik namelijk 3 uur wachten. Oeh, wat zwaar. Eens even kijken. Maar moet wel de stekker erin. Start. En de kip moet ik dus maar even laten ontdooien. Die kan of dan vanavond erin, of ik doe dat morgen tijdens dat al die andere bouillon aan het pressure kennen zijn. Zo, hij is onder druk. Ik zet het fornuis een stuk lager. En dan zet ik mijn wekkertje aan voor ongeveer 2 uur. En ik zet het fornuis een stuk lager, zodat het geluid ook zachter wordt. Want het is niet heel erg belangrijk om de perfecte druk aan te houden met het maken van bouillon. Zo, deze heeft heel lang staan pruttelen. Nou is het tijd om de bouillon door de zeef te halen. Eens even kijken. De kenmeet achter mij is ook al klaar. En ik ga morgen pas alles pressure kennen. Maar ik doe het nu al wel alvast in potten. De potten hoeven alleen maar schoon te zijn. Want steriliseren van tevoren hoeft niet. Want dat gebeurt tijdens de pressure kennen morgen. Oeh. Ah! Zo. Dan moeten die botten. Ik ga er weer terug in. Vloeiend. Zijn die botten nou zacht geworden? Toch niet al in 3 uurtjes? Kijk, ze zit behoorlijk
wat bouillon in. De kip is inmiddels ontdooid. De organen zijn eruit, dus die kunnen er ook meteen straks. Of de kip kan straks hier ook in. En, oh, nee, wel hier. Och, het randje is gewoon helemaal zacht. Hier kan mijn vork erin steken. Dat is meestal wel het teken dat ze genoeg gedaan hebben en dat ze mooi in de GFT kunnen. Oké, dat is deze. En die is dan ook al klaar. Die moet ik ook nog even door het vergiet. Dus dit even in een potje stoppen. De botten weggegooid. Dan kan nu de kip erin. Hoppata. De organen gooi ik er ook maar bij. Oh, dat zakje zit dicht. En dan dek ik hem weer af met water. En dan laat ik hem even 20 minuutjes pressure koken. Want ja, het hoeft niet meer 30 minuten, want hij is nou al inmiddels ontdooid. Dan gaat deze deksel erop. En dan zet ik hem weer op 20. Zo. Zo, dan gaan we de bouillon eens even in potjes doen. Zo, denk ik. Een mooie kleur komt daar vanaf, hè? Even een schone vaatdoek pakken. Goed de randen schoonmaken. Er wordt vaak gezegd dat je je bouillon moet laten afkoelen. Zodat je de volgende dag de vetlaag eraf kan halen. Ik zelf doe dat niet. Er zit ook niet extreem veel vet op de botten, want er zit geen vet vlees aan. Dus ik doe dat niet. Scheelt weer een stap. Ik kan nog wel een pot vullen, denk ik. Oh! Domme meid. Hoppata. En dan gaan we eens naar de andere bouillon kijken. Zo, de druk is in ieder geval daar helemaal vanaf. Ja, waar laat je de deksel dan, hè? Deze bouillon ruikt super intens. Heel erg naar rook. Beter dan verwacht. Nu net zoveel bouillon als net. En dan moet uiteraard, voordat ik morgen weer aan de slag ga met de pressure cannen, de pan even goed schoongemaakt worden. Kijk, door de marinade is het helemaal een andere kleur geworden ook. Ah, deze is goed heet. Zorg dat er randen heel goed schoon zijn. Dus hecht straks de deksel er niet goed aan vast. Lijkt wel cola of koffie. Hier zit net een beetje te weinig in. Hier voeg ik
nog even wat water aan toe. Dan is de bouillon maar iets minder sterk. Maar heb ik wel goed gevuld potje. Zo, en dan nu de laatste. De champignonnen. Nou, deze champignonnen zijn dan nu ook niet meer lekker. Die heb ik al hun smaak afgegeven aan de bouillon. Eens kijken hoeveel daar vanaf komt. Natuurlijk nou nog even afkoelen. En dan als hij afgekoeld is, dan kan ik het vlees van het karkas afhalen. En dan gaan de botten daarna weer terug in de bouillon om de bouillon wat rijker te maken. Zo, dit is de kip. Dat gaat dan in de koelkast. En dit is alweer de volgende dag. Dit was die champignonnenbouillon. En die had ik al in de avond gepressurecanned ervoor. Maar ja, er was donker, daar konden jullie niks zien. Dus ik heb het niet gefilmd. Maar nu is de champignonnenbouillon dus al gepressurecanned. En dan schrijf ik met mijn krijtstift er even op wat het is. En dan gaan we aan de slag met de kippensoep. De kippenbouillon heb ik nog van gisteren staan en die ga ik nu op smaak brengen. Ik doe er wat peterselie aan toe, wat zout, wat peper, wat is dit, dille volgens mij, en wat currypowder. En dan blijf ik het gewoon proeven totdat ik die bouillon helemaal lekker op smaak vind. En dan ga ik wat potjes vullen. Dit is het kippenvlees wat in de koelkast heeft gestaan. En dan ga ik dat verdelen over potjes, net zoveel als dat ik zelf wil. En dan voeg ik er ook allemaal groentes aan toe. Ik had nog wat paprika's liggen en nog wat worteltjes uit de tuin. En wat mais. Je mag eraan toevoegen wat je wil. Ik was de spekbonen vergeten. Normaal voeg ik er ook nog wel eens wat spekbonen aan toe. Maar helaas. Helaas pindakaas. En als ik dan al deze potten gevuld heb, dan ga ik nu de op smaak gemaakte bouillon eroverheen gieten. Doe ik met je roeren, met zo'n stokje, zodat alle luchtbelletjes eruit zijn. En dan kunnen deze zo meteen de pressure canner in. Kippensoep is klaar. Plus natuurlijk één bouillon. En nu ga ik twee rondjes pressurecannen. Maar ik begin even met de bouillon van gisteren. En daar voeg ik dit potje aan toe. Er zit al wat water in. Langzaam aan het opwarmen. De bodem gaat uiteraard op de bodem. Dan voeg ik 3 liter water toe. Er zat al wat water in, dus nu is het 3 liter. En wil jij nou nog meer leren, precies stap voor stap, hoe pressure cannen moet en wat het precies is? Die video zou ik hier beneden linken. We gaan nu aan de slag met het pressure cannen van bouillon. En voor pints, dat zijn dit formaat potten, dus onder de 0,5 liter moet je pottenbouillon zonder vlees erin 20 minuten pressure cannen. En als het meer is dan 0,5 liter, dan moet je het 25 minuten pressure cannen. Omdat ik random potten door elkaar heb,
En ook sommige potten meer dan een halve liter, doe ik dus alles 25 minuten pressure cannen. Zo, dus ze gaan op de bodem. Ik zou de rest er ook even bij pakken. Zo, en dan de... stapelplaat erop. Klinkt altijd leuk. En dan de rest van de potten. Inclusief de bouillon van net. En dit gaan we dus nu 25 minuten pressure cannen. De pan is weer afgekoeld. Ik heb weer wat extra water toegevoegd. En dan nu gaan alle kippensoep erin. En omdat we met pints werken, hoeven ze daar maar 60 minuten in. Werk je met potten die meer inhoud hebben dan een halve liter, dan moet je het 75 minuten pressure cannen. Maar nu is het dus 60. Dus dan doen we het hele traject weer opnieuw. Het is de volgende dag. Ze zijn eruit. En alles is helemaal afgekoeld. Je moet dus alles goed, in ieder geval, ik laat het al de hele avond staan, afkoelen. En dan kunnen de ringen eraf. En dan kunnen ze bij mij in de voorraadkast. Ik merk, nu ik ze wat vast heb, het is natuurlijk wat vettige soep. Dus er is wel wat onderlangs gegaan soms. Waardoor de pot misschien een beetje vies is of de ring een beetje vies is. De ringen die doe ik het liefst altijd even snel door een handwasje en dan laten afdrogen. Ze kunnen wel door de vaatwasser, maar ze gaan wel echt langer mee als je dat niet doet. Dus dat gaan we eens even doen. En natuurlijk moet ik er even met mijn krijtstift opschrijven. Tenminste, ja, het is wel heel duidelijk wat het is, maar misschien moet ik alleen even het jaartal opschrijven. Nou, ik ben van gedachten veranderd. Ik schrijf er niks op, want deze paar potten kippensoep overleven het echt niet lang. Dus ik hoef niet te onthouden uit welk jaar ze komen. Maar ik maak wel sommige even een beetje schoon. En omdat we hebben nu natuurlijk heel veel bouillon gemaakt. Maar ik dacht aan jullie even te laten zien hoe je van zo'n bouillon... ook een lekker soepje kan maken. Tirsa die komt straks werken. Onze Editine Bas, zoals we haar noemen. En ik dacht, dan maak ik even lekker een noedelsoepje straks voor onze lunch. En dan zien jullie ook meteen hoe ik aan de slag ga met mijn bouillonnen. En dan kunnen deze daarna in de voorraadkast. Tirsa? Wil je lunch? Ja, wat heb ik gedaan voor de lunch? Ik heb een paprika gesneden. En er zit al wat kool in de pan. Best een worteltje aan het snijden. Dat gaat er ook in. Ik ga een lekkere noedelsoep maken. Met wat van de champignonnen bouillon die ik heb gemaakt. En een beetje aanvullen met miso. En in de soep... Ik ga natuurlijk mijn kool van mezelf en ik heb eigen paprikaatjes, eigen mais, eigen worteltjes. Dus
allemaal lekker uit de moestuin. Oh, en er komen eitjes in. Die hoor je nu. Zo. Dan hebben we hier rijstnoedels die geweekt zijn. Even verdelen. Een beetje sesamolie. Bekhouden! Hier! De lunch is op, potten staan in de kast, we hebben het druk gehad, we hebben een hoop verschillende soorten bouillonnen gemaakt en dat was het dan alweer voor vandaag. Heb jij nou nog vragen over als je zelf bijvoorbeeld aan de slag wil gaan met bouillon maken? Stel ze dan gerust, ik help heel erg graag. En ben je nou nieuwsgierig wat ik nog meer allemaal ga conserveren dit moestuinseizoen? Abonneer dan op mijn kanaal. Want hier bij Boerderij en Rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn eigen groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende! Oh! Domme meid. Honger! Bekhouden! Hier! Een lepel en een vork? Of kijk, bouillon, gaat gewoon door je vork. Heb je een lepel nodig? Ja, ik heb gelijk. En vandaag gaan we allemaal verschillende soorten botsbouillon maken en pressure kennen. Champignonnenbouillon maken en pressure kennen. Kippenbouillon maken en pressure kennen. En nog eens kippensoep. Aanblijven.